In deze video lees ik enkele recente artikelen uit de Surinaamse media en dagbladen voor. Het eerste artikel is gepubliceerd in Dagblad Waterkant op 31 juli 2024 en bespreekt de verklaring van minister Rijet Neurmoheim van openbare werken over het project van T. Hoge Huisstraat en beschuldigingen van het uitlekken van informatie. Het tweede artikel uit Dagblad De Ware Tijd gaat verder op dezelfde kwestie en de scherpe woorden van minister Neurmoheim. Vervolgens behandel ik een artikel van minister Dinota Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer die reageert op aantijgingen over het tekenen van grondbeschikkingen. Daarna lees ik een stuk van EuCN van der San over de kiesregeling tijdens de verkiezingen. Tot slot bespreek ik een artikel van Roy Sankatsing in Dagblad Star Nieuws over de NDP-slogen en de noodzaak van een nieuwe politieke cultuur in Suriname. Het eerste stuk staat in Dagblad Waterkamp van 31 juli 2024. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. De kop van het stuk luidt: Minister Nurmelheemt stopzet het project van T. Hoge Huisstraat en uitlekken informatie is een leugen. Het is gewoon een drama wat daar gecreëerd wordt. Er is gewoon valse informatie daar verschaft. Zo reageerde minister Ryat Nurmelheemt van openbare werken in Suriname, hoe wij vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers, RVM, Vergadering op een bericht waarin zou staan dat de informatie over de inschrijvingen van het project Rehabilitatie van T. Hogerhuisstraat terecht is gekomen bij derde. En dat de conclusie door de IDB getrokken is dat de confidentialiteit in het geding is, waardoor een heraanbesteding verhouden dient te worden met aangescherpte criteria. Nemo Heemt merkte op dat het een leugen is dat dit project is stopgezet of dat er informatie zou zijn uitgelekt. Er is gekozen voor een heraanbesteding. Aan juristen heeft hij gevraagd om de nodige maatregelen te treffen tegen het eerste bericht dat in de media is verschenen over deze kwestie. Er is geen enkele informatie uitgelekt. Er is een duivel in dit land die bezig is iets op te zetten. Dat is ernstig, want het schaadt het imago van OW en ook de IDB. Ik heb de partijen geroepen voor informatie en ik heb een persbericht uitgeveven. Al dus de Surinaamse bewindsman, die stelde niets geheim te houden. Neumo Heind benadrukte woensdag dat personen in de samenleving die geen verstand hebben van aanbestedingsprocessen, liever geen uitspraken moeten doen. Hij stelde ook dat er een probleem in Suriname is waarbij mensen zich ineens voordoen als bruggenbouwer en idiotige dingen doen zonder stil te staan voor de consequenties ervan. Als je een cursus aanbesteding wilt volgen, ga naar de universiteit. Bij OW bieden wij dat ook aan. Voor ons is dit normaal. Bij openbare werken hebben wij per week vijf openbare aanbestedingen, waarvan zeker één heraanbesteed wordt om verschillende redenen. Een van de honderden regels is bijvoorbeeld dat de aannemers inderdaad informatie kunnen opvragen bij de opdrachtgever. Maar het is niet correct om mensen te beschuldigen van dit en dat. Dat de IDB tot een bepaald besluit komt op advies is normaal en vangbaar bij de aanbestedingen. Wat ook speelt is dat we openbaarheid hebben van bestuur. Toen ik aantrad als minister had ik gezegd dat de aanbestedingen opengegooid zouden worden, dus openbaar. Ik denk dat vele mensen moeite daarmee hebben. Openbaarheid van bestuur en openbaarheid van aanbestedingen kennen we vanaf 2020. Daarvoor kenden we dat niet. Daarvoor kon je niets weten over een aanbesteding, al dus heen. Dat was dus Dagblad Waterkant. Het tweede stuk gaat over hetzelfde maar dan stammend uit Dagblad De Ware Tijd van 31 juli 2024. Dit stuk wordt toegeschreven aan Valérie Fris. De kop van het stuk luidt: Minister Nurmo heemt, er is een duivel in dit land die bezig is geweest iets op te zetten. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Paramaribo, ik ben geschrokken van het artikel dat in de media is verschenen. Men creëert gewoon een drama, er is gewoon valse informatie daarover verschaft. Er is een duivel in dit land die bezig is geweest iets op te zetten. Dat is erf. Want het schaadt het imago van het ministerie van Openbare Werken en van de IDB. Schijpen woorden van minister Rajat Nurmohem van Openbare Werken woensdagochtend voor aanvang van de ministerraadsvervadering. De bewindsman bleef erbij dat hij onterecht wordt beschuldigd. Ik heb een hekel aan selectiviteit. Toen het project begon, was er ook een heraanbesteding. Waar was die duivel toen? vroeg Nurmohamed woensdag retorisch. Als mensen geen verstand hebben over aanbestedingen, moet men niet zomaar wat roepen. Maatregelen tegen media. Hij ging in op de onthullende berichten in de media omtrent de aanbesteding van de herinrichting van de Van T. Hogerhuisstraat en de Slangehuisstraat. Heemt bleef erbij dat de informatie die in de media is verschenen niet correct is. Ten eerste is in het artikel gezegd dat het project van de Van T. Hogerhuisstraat is gestopt, maar dat is een leugen. En ten tweede is gezegd dat er informatie zou zijn uitgelekt, maar ook dat klopt niet, verdedigde hij. De minister meent daarom partijen bij elkaar te hebben geroepen voor informatie en dat er daarom daarna een persbericht is uitgeveven waarin het een en ander is verduidelijkt. Hij benadrukte de zaak niet zo te zullen laten. Ik heb de juristen gevraagd om maatregelen te treffen tegen het eerste bericht dat verscheen in de media. Openbaarheid van bestuur. Nurmo zei ervan overtuigd te zijn dat de reden dat mensen niet kunnen wennen aan zijn manier van openhartigheid is omdat het eerder niet zo is geweest. We hebben nu openbaarheid van bestuur. Toen ik aantrad als minister heb ik meteen gezegd in het parlement dat ik de aanbestedingen zou opengooien. Openbaarheid van bestuur is er vanaf 2020, daarvoor kenden wij dat niet. Ik denk dat vele mensen daar moeite mee hebben. Volgens de bewindsman was het eerder niet zo dat ministers de pers vrijelijk te woord stonden. We hebben tien ministers gehad, maar er was geen informatie beschikbaar over projecten. Men mag nu ook gewoon documenten komen opvragen bij ons. Alleen moet men het vakgebied wel kennen, want als je dat niet kent worden alleen rare vragen gesteld? Hij trachtte ook na door te stellen dat als mensen veel verstand hebben over aanbestedingen, men niet zomaar wat moet roepen. Als je een cursusaanbesteding wil volgen, ga naar de universiteit of op OW bieden we het ook aan. Heraanbestedingen: normaal. De minister maakte duidelijk dat het normaal is dat er heraanbestedingen zijn. Bij ons ministerie hebben we per week minimaal vijf openbare aanbestedingen, waarvan zeker één wordt heraanbesteed. Dus als de IDB tot een besluit komt, op advies is het normaal, dit is gangbaar. Het project telt drie fasen. De nieuwe terminal, op de Siel-Zetli Nieuwe Haven die inmiddels bijna af is. De bouw van de brug over het Zaremakka-kanaal. De minister hoopt dat deze in december al kan worden opgeleverd. En de herinrichting van de weven. Er moeten volgens Nurmo vier weven: Willem Campagne, Slangenhout, Hernhutter en Van Tee Hogerhuistraat opnieuw worden geconstrueerd. Maar het ministerie is bewust begonnen met twee. Als alle weven meteen zouden worden afgepakt, zou het ongerief namelijk enorm zijn, zeker omdat er ook aan de rioleringen moet worden verwerkt en de energiebedrijven Suriname en de Surinaamse Waterleidingmaatschappij ook betrokken zijn. Al dus, Valerie Fris, in Dagblad de Ware tijd. Het derde stuk staat in Dagblad Waterkant van 31 juli 2024 en heeft als kop Voorswijk: er is geen tweede minister van VBB die voor beschikkingen tekent. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname, GBB, stelt dat zij nog steeds de enige functionaris op haar ministerie is die grondbeschikkingen ondertekent. Voor aanvang van de Raad van Ministers, RVM, vergadering woensdag reageerde de bewindsvrouw op de uitlating van parlementariër Edgar Sampi, die voor de in de Nationale Assemblee, DNA, aangaf dat president Jan Santokki bezig is een nieuw ministerie op te richten binnen het ministerie van GBB. Hij keurde het af dat het staatshoofd een brief stuurt naar de minister van VBB dat hij de directeur algemeen beheer gaat halen vanuit het ministerie en gaat brengen naar de grondconversie. Unit. Ook zou de directeur grondinspecteurs en nieuwe dienstvoertuigen ter beschikking hebben gehad. Voorswijk merkte op dat zij hierover schriftelijk haar bevindingen kenbaar heeft gemaakt aan het staatshoofd en zijn reactie nu dus afwacht om verder te kunnen handelen. Volgens de bewindsvrouw heeft de directeur zelf aan de president gevraagd om hem op een andere locatie te plaatsen. Het is niet zo dat er een tweede minister is die ook tekent voor de beschikkingen. Alleen de minister, dat is mevrouw Vorswijk-Dinota, die nog steeds tekent voor de beschikkingen, stelde de Surinaamse minister. Dat was dus dagblad Waterkant. Het vierde stuk staat in dagblad De Waardetijd van 31 juli 2024 en heeft als kop de werking van de kiesregeling tijdens de verkiezingen. Dit stuk wordt toegewezen aan Eugène van der Sam. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Ingezonden. In de kiesregeling, Antimoon 1987-73, no velden de tekst Antimoon 1996-nummer no 15 en laatstelijk nader verwijzen bij Antimoon 2023-158, no zijn onder meer de belangrijkste bepalingen opgenomen om een eerlijke en geheime stemming van de verkiezing te kunnen garanderen. Belangrijke delen van de administratie met betrekking tot de verkiezingen zijn: A. De kiezerslijsten, Bruto, de stembureaus, Cent. De hoofdstembureaus. Deeg het Centraal Hoofdstembureau. Edidiet. Het administratief beroep, president slash kantonrifter. Van deze orfanen is het stembureau, dus de plaats waar moet worden gestemd, de belangrijkste plek binnen de keten van handelingen die moeten leiden tot de uitslag van de verkiezingen. De beëindiging van de stemming en de verzeveling van de stembussen behoorden eveneens tot een der belangrijke handelingen of beslissingen en uiteraard ook de stemopneming. Deze handelingen worden bij procesverbaal opgemaakt. Een belangrijk aspect is dat deze verbaal door de voorzitter en de leden van het Stembureau van Stemopneming worden vertekend. De taak van het Hoofdstembureau is om de uitslag van de verkiezingen vast te stellen door middel van de uitgebrachte stemmen van alle verbaal van de stembureaus die zijn ingekomen. De hoofdstembureaus zenden de verbaal van een zitting met bescheiden van de stembureaus naar het Centraal Hoofdstembureau. De taak van het Centraal Hoofdstembureau is om de uitslag van de verkiezingen vast te stellen. Onmiddellijk nadat de afschriften van de processen verbaal van alle Hoofdstembureaus zijn ontvangen, gaat het Centraal Hoofdstembureau over tot het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling van de uitslag ter algemene verkiezingen. De van de uitslag ter verkiezingen. Het Centraal Hoofdstembureau maakt de uitslag ter verkiezingen zo spoedig mogelijk bekend en bepaalt tevens hoeveel zetels elke politieke organisatie in de volksvertegenwoordigende van de heeft behaald. De bekendmaking geschiet in een zitting van het Centraal Hoofdstembureau. Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, wordt er van aanstonds procesverbaal opgemaakt. In dit procesverbaal worden de uitslag van de verkiezing alsmede alle ingebrachte bezwaren vermeld. Het procesverbaal wordt aan de president en het onafhankelijk kiesbureau aangeboden. Artikel 134 van de kiesregeling luidt. De uitslag der verkiezing wordt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1 lid 1 en 29 lid 1 terstond openbaar vermaakt door plaatsing in het advertentieblad van de Republiek Suriname als mede in de nieuwsbladen. Artikel 135. De voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau doet een afschrift van het procesverbaal toekomen aan het lichaam waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden. De gekozenen ontvangt onverweld van de voorzitter een afschrift van het procesverbaal waaruit zijn verkiezing blijkt. Dit afschrift strekt de gekozenen tot geloofsbrief. Precies hier bestaat er nog een juridisch gat binnen het systeem, waardoor het onafhankelijk kiesbureau kan worden verveleken met een papieren tijver. Al dus, van der Sam in dagblad De Ware Tijd van 31 juli 2024. Het vijfde stuk staat in dagblad Star Nieuws van 1 augustus 2024 en wordt toegewezen aan Roy Samkatzing, Maatschappij Historicus, Beleid en Bestuur. De kop van het stuk luidt, NDP-sloken, Kenki-A-systeem. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. De nieuwe politieke cultuur en/of bestuurscultuur, wensdenken of realiseerbaar? De achter ons liggende drie decennia leert dat steeds meer mensen hun geloof en vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. De komst van de regering Tian Santoki gaf in 2020 enige hoop, maar gaandeweg is die verwachting vervlogen. Dat is zeker niet zonder redenen, want de opeenvolgende regeringen bleken niet in staat te zijn om belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk hierbij onder andere aan de groeiende armoede en criminaliteit, de financieel-economische situatie en de problemen in de gezondheidszorg. De vele publicaties van ter deskundigen en vele kritikasters over het politieke beleid van de afgelopen dertig jaar heeft niet mogen baten. De discussies op sociale media is ook van een bedenkelijk niveau. De inhoud van de berichten laakt veelal niet voorbij het cliché van de zakkenvullers, amateuristische politici, nepotisme, etc. Waarom het overheidsbeleid faalt en er sprake is van een toenemende ontevredenheid onder de bevolking zou logischerwijs de kern van de discussies moeten zijn. Hoe komt het dat er een kloof is tussen de werking van het politiek bestuurlijk systeem en de praktijk? In de dagelijkse praktijk schijnen ook vele interpretaties te zijn wat goed bestuur moet zijn en wat de taak van de overheid daarbij is. Nu de verkiezingen binnen de NDP achter de rug zijn, kan de verkiezingsstrijd op weg naar 25 mei 2025 losbarsten. Ontwikkelingen in andere grote partijen zullen, naar alle waarschijnlijkheid, geen nieuwe, jonge, politieke leiders naar voren schuiven. De leiders zullen vooralsnog zijn. Jan Santokki, VHP. Ronnie Brunswijk, ABOP. Jennifer Geeling-Siemens NDP. En Gregory Rusland, NPS. Bij de kleine partijen zie je wel enkele nieuwe gezichten. Leiders, maar de zo noodzakelijke alliantievorming van deze partijen komt jammer genoeg moeilijk tot stand. Nog steeds geldt, ook voor Suriname, dat de politieke leider van de partij de partijkeuze en het stemgedrag van de kiezers bepaalt. Het risico is wel dat oude leiders, die al jaren meelopen, moeilijker afstand kunnen nemen van het gevoerde beleid. Ze blijven, mede, verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en zullen die als bagage meeslepen. Oude politici blijven vooralsnog op basis van hun gedrag uit het verleden ongeloofwaardig, met name wanneer het gaat om de verandering van de politieke en bestuurscultuur. Met Kenki A's systeem, als slogan, waarmee de NDP-voorzitter haar kennismakingsbezoeken aflegt, biedt volgens mij weinig soela's en geloof. Om dit te bereiken heb je politici nodig die zich verantwoordelijk voelen en die durven zich uit te spreken over het gevoerde, ijve, beleid. Dat vraagt om introspectie van deze politici zelf die propageren de politieke en bestuurscultuur te willen veranderen. Het gaat dan niet alleen om procedures, maar vooral dat zij eerst naar zichzelf kijken. Uit de vele interviews via de media, Sun, ABC, publicaties in verschillende kranten, artikelen, flyers, de sociale media en oprichting van nieuwe politieke partijen, onder andere 597-beweging, LBS, schijnt de verandering van de politieke cultuur intracutaan. Bestuurscultuur wel een van de belangrijkste verkiezingsthema's te worden. Dit is anno 2024 een directe reactie op het ...disfunctioneren van de overheid in de afgelopen decennia. Steeds vaker hoorden we dat heel veel zaken verkeerd zijn misgedaan. Men had te weinig oog voor de mensen achter de cijfers, het wegmoffelen van fouten en op eigen houtje zaken doordrukken. Dit is slechts een kleine greep uit de vele misstappen die wijzen op een verkeerde politieke bestuurscultuur. Mooie woorden van de voorzitter van de NDP die een verandering van de politieke cultuur-bestuurscultuur wenst na te nastreven, als mede transparantie en het aanpakken van corruptie. Ik geloof dat het verwezenlijken van genoemde voornemens kansrijker is met politieke leiders die geen erfenis uit het verleden met zich meebrengen. Een andere voorwaarde voor verandering van de politieke cultuur en slash of bestuurscultuur is hetgeen de heer Jack Menke onlangs via de media uitgebreid aan de orde stelde, namelijk een ontwikkelde gemeenschap intrakutaan kritische mensen. Het merendeel van de samenleving is vooralsnog laaggeschoold, die enige hoop op verandering stagneren. De nieuwe politieke en bestuurscultuur vereist ook van de leiders dat zij zich uiten in daden en in ander gedrag. Een zichtbaar testmoment zou zich kunnen aandienen na de verkiezingen van mei 2025, wanneer er geformeerd en bestuurd moet worden. Vooralsnog geloof ik niet in een verandering van het Kenki-A-systeem of de politieke cultuur en/of bestuurscultuur. Het zijn mooie woorden die aansluiten bij de beloftes van de NDP in 2010-2015-E en in nog vier jaar verleden in 2020 door de VHP-ABOP-NPS-regering. Politici die een gevoerde beleid baffataliseren als. Er zijn wat fouten gemaakt en niet durven hun wanbeleid... en de chaos die ontstonden in de respectievelijke revierperiode... te benoemen en verantwoordelijkheid te nemen... voorspelde hun geloofwaardigheid. Met name veld dat voor voormalige politici... oud-VP slash oud-DNA-voorzitter... die aasen op het presidentschap in 2025... en zonder enige schrooms heeft uitlaten over hun vermeende competenties... maar nalaten hun integriteit aan de orde te stellen. Onlangs liet de heer Dilermo Samson, Culturo TV... Zich publiekelijk uit over de ambities van deze voormalige NDPRS, waarbij hij enkele seante voorbeelden van wanbestuur en corruptie memoreerde: pare industrie, fris-slash-waterleiding, eticom. Er is geen enkele reden om optimistisch te zijn over een nieuwe politieke cultuur en/of bestuurscultuur. Het zal een vaag speerpunt blijken op weg naar mei 2025 en daarna. De politieke leiders zullen op basis van hun gedrag uit het verleden voor veel kiezers ongeloofwaardig blijven als het gaat om een verandering naar een nieuwe politieke cultuur, zeker uw bestuurscultuur. Roy Katsing, maatschappij Historicus slash beleid en bestuur. Dat waren dus enkele stukken uit de Surinaamse media, Dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen, conform de richtlijnen.